gaat Kukçu doen. Het is ver. Het is 35 meter. Met een tweemansmuur van Sturm Graz. Maar Feyenoord lijkt het toch in één keer te willen doen. Met Kukçu die het gaat doen of niet. Kukçu doet het kort. Doet hij goed. Ja, Baks. Hier komt de goal. Ja! Wat een mooie variant. En Alireza. Ja, Baks schiet binnen. Als je eigenlijk denkt, hij legt hem klaar voor Danilo. Doet hij het gewoon zelf in de korte hoek. Wat een mooie variant. En Feyenoord scoort al vroeg tegen Sturm Graz. Alireza Jaanbaks met 1-0. Al een uitgekiende variant van Feyenoord, zeg, met die vrije trap. Zelfs het geluid van Peter Houtman raakte van overstuurd. Maar deze prachtige variant van Feyenoord. Kukçu met een vrije trap richting de rechterkant. En waar je denkt, ja, Max geeft hem voor. Knalt hij hem gewoon binnen. En nu zou ik het wel eens willen zien als Idrissi het echt aandurft in de 1 tegen 1. Maar hij speelt de bal naar Hanchko, die daarmee was. Hanchko kapt zijn tegenstander uit. En is sterk, blijft aan de bal. David Hanchko, Idrissi met de hak meegegeven. 2-0 moet dit worden. Oh. Hanchko, ja, ja, ja. Oh. Wat een geweldige goal. En Hanchko danst. Hij maakt de 2-0 na een geweldige assist van Idrissi, die totaal niet in de wedstrijd zit, maar de bal wel met de hak goed meegeeft. Aan David Hanchko met zijn eerste Feyenoord goal zorgt hij voor de 2-0. Ja, dit is gewoon een hele mooie aanval. En dan gaan we weer. Ook leuk voor Idrissi, goed voor Idrissi, die totaal niet in de wedstrijd zit. Meer fout doet dan goed, maar dit doet hij geweldig. Met de hak de bal meegeven aan David Hanchko. En zijn eerste treffer is een hele mooie. En ook Timber speelt hier goed naar Dilrosun naar Danilo. Danilo weer naar Dilrosun. En nu Idrissi gevonden. Aanname Idrissi is goed. Schiet hem dan ook in de hoek. Hanchko opnieuw. Op die 3-0. Ja! Danilo. Na een geweldige aanval. Idrissi geeft goed mee. Lopez met de assist. En Danilo scoort zijn doelpunt. Had eventjes niet meer gescoord sinds Deventer. Zag dat Jiménez de ene na de andere erin schoot voor Feyenoord. En denkt, dan scoor ik ook maar. Feyenoord met 3-0 voor tegen Sturm Graz. Ja, je zou kunnen zeggen, dat mag toch niet meer mis. Nou ja, ga dan maar door. Zet dan maar eens een hele hoge score neer. Feyenoord 3. Sturm Graz 0 en we spelen pas 33 minuten en de ene aanval is nog mooier dan de andere. En dan gaan we weer. Ja, geweldige aanval wederom van Feyenoord. Weer Idrissi met het voorwerk. Prachtig hoe hij hem meegeeft. Dan de lage voorzet. Danilo staat helemaal vrij. En rond hem ook prachtig af. Het lijkt een beetje op Jiménez die goal van de week tegen Sparta die 3-0 afmaakte. Deze 3-0 valt al veel eerder. Nog 10 minuten tot de rust. En ja, het kan verkeer in een week tijd, Sinclair. Een week geleden zaten we, die wedstrijd begon 9 uur. Maar een week geleden zaten we ook pak een beet na een half uur. Nou, met een hele chagrijnige tronie te kijken naar wat we zagen, stond bijna 3-0 achter. De volgende Europa League wedstrijd zijn de rollen omgedraaid. En weet Sturm Graz niet wat het overkomt hier in de Kuip. Feyenoord wervelt. Feyenoord eventjes met de opbouw van achteruit. Koester de balbezit. Timber draait weg bij tegenstander 1. Dribbelt naar tegenstander 2 en legt dan de bal af. Lopez heeft daardoor wat ruimte. Maakt ook gebruik van die ruimte. Geeft hem aan Dilrosun. Mooi meegegeven op Jaanbaks. Komt hier alweer de volgende. Jaanbaks schot aangeraakt. Ja, 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 ja. Daar is de volgende. Het is 4-0 na 40 minuten. Een gekraakt schot van Jaanbaks gaat langs Sippenhandel. Wat een avond wordt dit. Wat een avond wordt dit. Oh. 10. 10. Ja, meneer voor mij roept 10. We zijn bijna halverwege. Het is 4-0. De tweede van Alireza Jaanbaks. Wat fortuin bij dit doelpunt. Omdat de bal van richting wordt veranderd. Maar ja, dit is leuk voor Jaanbaks. De speler die zo'n moeilijk eerste jaar bij Feyenoord had. En
ja, op dit moment gewoon wel levert. Alireza Jahanbakhsh 4 tegen 0. Hier komt de hoekschop van Feyenoord. Die wordt bij de eerste paal doorgekopt door Jiménez. De bal weggekopt nu door de Oostenrijkers. Trauner neemt dan over. Timber. Het gebeurt 20 meter bij de goal vandaan hoor. Feyenoord gewoon ver gevorderd. Voorzet met linksgeven. Jiménez komt hem raak. Het is 5-0 voor Feyenoord. Als de voorzet bij de eerste paal op het koppie van Santiago Jiménez landt. Het is wel een fenomeen hoor. Ja. Alles wat hij aanraakt is raak. 3 minuten in het veld. Hij staat net in het veld. En kopt meteen even de 5-0 binnen. Wat een topavond voor Feyenoord. Ja, Patrick Woijenmark krijgt de complimenten. En dan gaat hij. Ja, dat duurt altijd een half uur. Hè. Als hij het doelpunt heeft gemaakt, dan gaat hij in zijn eentje eventjes nog God bedanken. En dat duurt dan vaak eventjes. Want de rest van de Feyenoorders staan eigenlijk al op de eigen helft. Om zo snel mogelijk weer de aftrap te nemen. En Jiménez viert nog een feestje met zichzelf. 5-0. Hij kopt hem geweldig in. Hij kopt hem geweldig binnen. En dit is al nummer 3 in de Europa League. En we zitten pas in wedstrijd 2. Ja, gaat het dan een fenomeen worden? Cyrillike Jiménez. Ja, en hij is nog invaller, hè? Als de bal nu voor de voeten komt van Bujaude. Natuurlijk nog weinig van gezien. Die Drissi probeert van afstand en scoort! Want de bal wordt van richting veranderd. Hij verontschuldigt zich, maar dat moet je helemaal niet doen, Oussama Idrissi. Want dit heb jij ook nodig. Een doelpunt voor het zelfvertrouwen. En hij mag blijven staan van Arne Slot. En is gewoon belangrijk vandaag met niet alleen dit doelpunt. Maar ook twee hele mooie assists met twee keer de hak. 6-0 Oussama Idrissi van heel ver. Ja, en als die bal van richting wordt veranderd, dan is die keeper Jörg Siebenhandel opnieuw kansloos. Siebenhandel heeft al 6 keer moeten vissen. En ik denk dat hij nog wel voor een 7e keer gaat vissen. Jörg Siebenhandel ziet het even niet meer zitten. Feyenoord op 6 tegen 0. Wat een mooie Europese uitslag. En dit gaat ook weer Europa halen. Want Sturm Graz is toch geen kleine club, hè? Zeg niet dat het een topclub is in Europa, maar de nummer 2 van Oostenrijk. Daar gaat Feyenoord met hoge cijfers van winnen. Vooraf dachten we Sinclair Sturm Graz stug. Moeilijk, kunnen zelf ook goed voetballen. Achteraf bleek het allemaal een storm in een graswater.